Joel Burgers hier! We zijn weer lekker terug op die lekkere vlogs over dat internet. Woe! Mijn bubbeltje is er ook bij. Oh, hoef je dat setje niet uit te zetten. Dat setje moet even lekker aan. Die is veel te lekker. Het is vandaag dinsdag. Wat een grimmige dag is het weer. Het wordt weer slecht weer. Het wordt weer steeds kouder. We moeten weer naar ons werk. We moeten weer naar school. We krijgen deze weer zin om te gamen. We krijgen weer zin om te gamen. Oh, maar we gaan vandaag hele andere games spelen. Maar eerst is het echt tijd voor die lekkere scoop. Want het is gewoon echt tijd voor die scoop. Help je gewoon er doorheen, weet je wel. Oh. Maar we nemen twee scoops. Ja, we nemen twee scoops. Want we hebben ook nog de geliefde bloem. Dit is de watermeloen. Je zei dat je de blueberry had. Nee, de watermeloen. We gaan de watermeloen en de framboos doen vandaag. Ah, jammer. We doen vandaag de framboos en de watermeloen. Kijk, de framboos die is zonder cafeïne. En daar kan je gewoon een volle scoop van nemen. Er zit extra pomp in. En de watermeloen heeft natuurlijk de cafeïne. Maar dat is eigenlijk al genoeg cafeïne per scoop. Oh, en hoor dat setje even op de achtergrond. Wat een lekkere setjes weer. Waar gaan jullie heen op ADE? Laat het weten in de comments, want wij zijn natuurlijk ook aanwezig. Maar welk feest, dat weten we nog niet. Laat maar even weten. Want wij hebben er zin in, hoor. En het begint. Ah, kut! Het begint te regenen. Het dakraam staat open. Dat is toch wel even lekker zo. Ja, dat is goed. Even pakken voor die. Wij zitten in een lean bulk periode. Ik heb natuurlijk een periode veel te lang in die kut gezeten. Dat is mede omdat ik die coffeeshoot van Men's Health had midden in de winter. En nu is het tijd om gewoon minimaal zes maanden lang, even te bouwen. Bouwen aan spiermassa door kracht te verhogen. Kracht verhogen zorgt ervoor dat je spiermassa gaat opbouwen. Dat doen we dus met een klein calorieoverschot. Niet te veel, want we willen niet die dirty bulk hebben die ik al een keer heb gedaan. Dat ik 20 kilo ben aangekomen. Want dat is veel te moeilijk om dat weer eraf te halen. Dat is gewoon, mentaal is dat een beetje kut. Dat is een mindfucker. Dus ik doe gewoon een klein calorieoverschot. Hoe je dat berekent, dat kan je doen op de site. Link zit in de beschrijving. En dan kan je gewoon per lichaamsgewicht en je activiteiten, je leeftijd, kan jij je berekenen hoeveel calorieën je nodig hebt om die lean bulk te doen. Of om juist af te vallen, dat kan ook. Kijk, we verliezen natuurlijk heel veel kracht tijdens die kut. Dat is logisch. Je krijgt minder energie binnen, waardoor je kracht verliest. Waardoor je dus ook je spiermassa deels gaat verliezen. Omdat de stress van je lichaam wordt steeds minder. Dus je lichaam past zich ook weer daaraan aan. Door af te vallen eigenlijk. Dus wat je doet na zo'n lange periode is weer opbouwen. Opbouwen in kracht. Weer lekker gewoon die maximale lifts omhoog knallen. Ik had op mijn deadlift ooit 250 kilo. Ik had op mijn bench ooit 160 kilo. En ik had op mijn squat. Ja, mijn squat is wel het slechtste onderdeel. Had ik ooit 170 kilo. Maar dat was wel in die dirty bulk. Was ik iets van 108 kilo. En ik weeg nu natuurlijk 88 kilo. Dus dat is ook een verschilletje. Maar je hebt er natuurlijk helemaal niks aan al die kracht. Als daar zo'n dikke vetlaag overheen zit. In de zomer, als jij moet flaneren over het strand van Bloemendaal. Dus het is noodzakelijk om ook die kut te doen, om af te vallen, om droog te trainen, om gauw droog te worden. Want je hebt er niks aan als jij met een dikke pants het strand overloopt. Tenminste, mij boeit het wel. Maar goed, het is nu winter, we hoeven dat niet meer te doen. Dus nu gaan we die lean bulk periode in. Jullie kunnen allemaal meedoen, de link zit in de beschrijving van deze video. Daar krijg je bij, je krijgt er een coach bij, omtrent voeding en training en noem maar op. Dus het wordt allemaal geregeld, maar nu is het toch echt even tijd voor die lekkere scoops. Die lekkere V2. Gewoon die lekkere watermeloen. Hoppakee. It's over 9,000!
Waar we rijden. Dit is gewoon mijn achtertuin hoor. Ik zit hem wel echt te vernachelen hier al hoor. Ja, oh. Ik moet gewoon een dat zou ik dus alleen doen bij mijn eigen spullen. Je moet gewoon een nieuwe grasmat in, denk ik. Dus dit is mijn achtertuin en niet een of ander veldje of zo die ik loop te vernachelen. Oké. Ik neem even een lekker scoopie. Oh. Neem jij even een lekker scoopie? Ik neem even een lekker scoopie. Ik neem er ook gewoon twee. Hier, eerst de framboos. Hoppakee. Dat is in mijn volvlieg hoor dan niet. Hoppakee. Maar hoe kan maar. Gewoon 2-1, dat is prima. Ook best lekker. Ik ruik een beetje verbrand gras nu. Ja, maar hey, we moeten het even anders doen, want we hebben helemaal geen grip. Kijk! Oh, hey. Oh, oh, what the fuck? Hey, wat gebeurt er dan, man? Zo, we gaan nu die hele tent opbreken, let's go. Ja, goeiematen, wij zijn lekker warm geworden in de achtertuin van Joël Beukers. En nu gaan we de led-trailer als eerst doen. Dat is een ultieme oefening om die leds mooi naar buiten te krijgen. Dan kunnen we weer naar buiten vliegen zometeen. Shirtje gaat uit, setje gaat aan. We zijn hier bij de volgende oefening. We gaan hier het middengedeelte van de rug bewerken met een single arm cable row. We zijn hier bij de derde oefening beland. We gaan de reverse grip pull-ups doen. Eventjes weer die kracht opbouwen met puur gewoon je eigen gewicht. Langzaam weer laten zakken. Het setje mag erin klappen. Zwaartekracht, dat is wat we willen! We zijn hier bij de compound oefening beland.
De bend over row. Ik pak hem het liefst zo onderhand. Klats. Breng hem zo naar mijn navel toe. Squeeze even die rug extra hard. En laat hem dan weer gewoon normaal teruggaan. Dus dit, ik wil hier gewoon even lekker beuken. Even lekker rammen met dat gewicht. Kracht omhoog. We zitten in de lean bulk periode, dus elke week moeten we proberen iets meer te liften dan de voorgaande week. Het gaat ook allemaal om herhalingen met fitness. Allemaal herhaling. Soms is het natuurlijk saai om te zien dat ik elke keer dezelfde oefeningen doe, maar dat is de sleutel tot succes. Ritme, herhaling, blijven rammen. Dit is dus een hele belangrijke oefening, want je hele lichaam moet werken om het gewicht enigszins in positie te houden. Je core stability wordt hier sterker van, je conditie wordt hier sterker van, je verbrandt een hoop calorieën ermee. Kortom, pure winst. Ja, goeiemaat, het is tijd voor die lekkere shake na het trainen. Het is gewoon puur praktisch, hè. Je neemt één scoopie whey, dat staat gewoon gelijk aan misschien wel meer dan 100 gram kip. Nou, ik ga ze nu niet bakken, dus ik neem gewoon een lekker scoopie. En het is nog lekker ook. En het aminozuurprofiel, hè, van W-eiwitten, ja, dat is ook perfect voor de spieropbouw, voor het herstel. Ah, dat gaat lekker zo in die spiertjes direct. Buffelt je ook even anderhalf scoop of twee scoops. Oh, lekker. Het is ook gewoon lekker, weet je. Dat moet ook lekker gewoon shaken. Het maakt niet uit wanneer je dit neemt. Het kan ook een uur na je training, boeit niet. Oh, doe alles drie scoops. Het is gewoon praktisch. Het is goedkoper. En je hoeft niet in die keuken te staan. Kijk, als je in die loopperiode zit, ik zit denk ik op 3200 calorieën. Kan je dus berekenen, link in de beschrijving, caloriebehoefteberekening. 3200 calorieën. Ik neem ongeveer 2 keer mijn eigen lichaamsgewicht in grammen aan eiwitten per dag. Ja? Dus ik weeg nu, laten we zeggen, 90 kilo. Dan neem ik sowieso 180 gram eiwitten, maak ik er gewoon 200 van. Voor de krachttraining, dat is bewezen, dat gaat helpen met het krachttraining, met spieropbouw, het herstel, noem maar op. Dus is het veel praktischer om ook gewoon eiwitten te halen uit een shake. That's it. Het is gewoon praktisch. Het is lekker ook nog. Je hoeft het niet te doen, hè. Dat hoeft niet. Je kan ook gewoon wel die kip staan bakken de hele dag. Dat is prima. Dat kan. Maar het hoeft niet. Dit is gewoon lekker praktisch. Protein. En lekker hoor. En het is gewoon lekker. En kijk hem shaken met die gouden shakebeker. Dat is toch ook gewoon protein. Het moment protein. Dat je hier met die shakebeker zit, hè. Oh. Buffelt je ook nog even. Even een lekker protein. Protein. 3 scoops voor dat buffelruggetje. En we hebben er ook even lekker veel ijs in gegooid. Dat doet die buffel wel weer goed. Ja, die weet wel wat niks is hoor. Het is gewoon een milkshake. Hoppakee. Salut! Goeiemate, dit was het weer, de vlog. Ik heb natuurlijk niet alle oefeningen laten zien. Alle oefeningen die staan in het Lean Bulk Coaching programma, dat kan je ook vinden in de beschrijvingen. Wij gaan voor goud en de volgende keer weer meer oefeningen. Goeie lekker! Check ook even je goeiemaatje. Buffel, welke is nou jouw lievelingseiwit? Deze hazelnoot. Deze hazelnoot is echt lekker, hè? Gewoon helemaal zelf ontworpen, hè? Hazelnoot. Ik denk, ik moet hazelnoot hebben. Ah. Je bent vergeten. Welke smaken eiwitten moet ik gaan bedenken? Dus we hebben cookies en cream. Die heb ik laatst online gegooid. En die hazelnoot. Ik ga er 2 kiezen. 2 nieuwe smaken eiwitten gaan we proberen op de markt te zetten weer. Dus laat het weten in de comments. Welke smaken mis jij nog? Welke zou je echt willen? En dan ga ik daarmee aan de slag. Groei lekker. We gaan voor goud. Denk je, groeimaatje!